L'applauso per lei. Vos won in deze editie van de Giro Rossa 4 etappes, maar benadrukte achteraf dat het vooral een sterke teamprestatie was. Vos werd op het podium geflankeerd door 2 ploeggenoten. We stonden 1, 2 en 3 voor de etappe, maar nog niks gewonnen. Dus dat maakt het best wel spannend. Maar uiteindelijk is het gelukt en gaat het roze mee met Rabolev. Dat is geweldig natuurlijk. Dit is niet de eerste keer dat je de Giro wint. In welke categorie valt deze? Ja, nee, natuurlijk. Het is altijd mooi. Dit is de derde keer. De eerste keer was heel speciaal. De tweede keer was misschien ook niet helemaal verwacht. Nu gingen we met 3 kopvrouwen hier naartoe en dan moet je het maar doen. We hadden echt de koers op onze schouders, maar we hebben met z'n allen gewoon die controle perfect gehouden. En het is gewoon 10 dagen ergens stress, maar proberen die stress zo goed mogelijk te dragen. En dat is gewoon perfect.